Zo werd het wel meer inzicht krijgen in PRS-infecties bij biggen vooral, omdat we toch merken dat er een onderschatting is van het probleem. Veehouders zijn zich niet altijd bewust van het feit dat PRS heel wat invloed kan hebben op de prestaties bij biggen. Nou, in 2017 kwamen wij op de hoogte van het DGZ biggenmonitoringproject in Vlaanderen. En toen hebben wij gezocht naar cijfers van Nederland over pierspreventie bij biggen. En die waren niet bekend. Dus toen zijn we bij Zowettes begonnen met een soortgelijk project als biggenmonitoring in Vlaanderen. Het preventieproject wat nu gelopen heeft met de speekseltouwen, dat hield in dat we professionele zeugenhouders hebben aangeboden om monitoring te doen voor piers op de biggenbatterij met speekseltouwen. En boden we 4 touwen aan, 2 bij de pas gespeende biggen en 2 bij biggen rondom de leeftijd van 9 à 10 weken. Naast dat we zelf hebben gemonitord op zeugenbedrijven, hebben we ook een telefonische enquête door AgriDirect uit laten voeren bij 200 Nederlandse zeugenhouders. We zien eigenlijk dat ongeveer 1/3 van de bedrijven biggen vaccineert voor PRS, dus waar echt wel iets gedaan wordt, terwijl 2/3 niet de biggen vaccineren. Van die bedrijven die geen biggen vaccineren, zien we dat toch meer dan 50% van de bedrijven toch PRS-infecties heeft. Dus het is toch wel belangrijk om de mensen er attent op te maken dat de infectie meer voorkomt dan dat we denken. Wat ik zelf heel belangrijk acht in de biosecurity maatregelen is het kraamstalmanagement, het overlegbeleid, all-in, all-out systemen goed hanteren. Dus geen oudere leeftijden terugleggen bij jongere dieren. En natuurlijk zaken als persoonlijke hygiëne. Je versleept het als veehouder heel makkelijk van de ene naar de andere leeftijdsgroep. Dus we zien dat heel veel veehouders vaccineren vanaf 2 tot 3 weken. En dat is ook de gewoonte die ze hebben, die ze jarenlang al hebben. Daarin tegenover staat dat het infectiemoment heel vaak vroeg in de batterij gebeurt of kan gebeuren. Voor zeugenhouders is het belangrijk om te weten bij welke leeftijdsgroepen het piersvirus op hun bedrijf voorkomen. En je wil natuurlijk graag dat je dieren beschermd zijn voor het moment dat zij zo'n virus tegenkomen.